Op 1 augustus, even na 22:00 s'avonds, overvallen twee mannen de Pizza Hut aan de Anspachlaan in het centrum van Brussel. Wanneer de uitbater buiten een luchtje schept, bedreigen ze hem met een pistool en dwingen ze hem om opnieuw binnen te gaan. Intussen zetten de daders hun bivakmuts op. Wellicht hebben de klanten iets gemerkt, want plots stormt iedereen naar buiten. Zodra de uitbater de brandkast heeft leeggemaakt, vluchten de daders uiteindelijk weg in de richting van de Sint-Katelijnenkerk. Een ooggetuige heeft hen later gezien zonder bivakmuts en kon een beschrijving geven. En net over de Nederlandse grens, in Bergen op Zoom, is op 30 april van dit jaar een juwelier brutaal overvallen. De gangsters bedreigen de bejaarde man met een pistool en slaan hem bont en blauw. Na de hold-up steken de drie overvallers hun eerste vluchtwagen in brand. Maar getuigen zien later dat ze ook een zilvergrijze auto gebruiken met Belgische nummerplaten. Ze zouden gevlucht zijn in de richting van België. Een van de overvallers is vermoedelijk rond de 30 jaar oud. Het viel getuigen op dat hij een slecht gebit had en er erg onverzorgd uitzag. Zijn mededaders waren gemaskerd.